De Indiase regering zal in 2022 de projecten ter verdere ontwikkeling van de binnenlandbewoners doelbewuster financieren. De aandacht voor het achterland van Suriname zal volgens ambassadeur Shankar Balachandran intensiever zijn. Onze twee landen werken al heel nauw samen, zei de ambassadeur bij de overhandiging van een kerstcadeau aan vice-president Ronnie Brunswijk. Balachandran bracht de gelukwensen voor het nieuwjaar alvast over namens zijn land. Hij verwacht dat het in 2022 economisch beter zal gaan met Suriname. Vice-president Brunswijk waardeert het cadeau en de gedane belofte enorm. Ook hij is ervan overtuigd dat het goed komt met Suriname. Eerder dit jaar heeft de Indiase ambassadeur zich georiënteerd in verschillende delen van het binnenland. De prioriteitsgebieden zijn toen in kaart gebracht. En vice-president Ronnie Brunswijk die heeft vandaag beloofd de zorg van een drieling op zich te nemen. De baby's, twee jongens en een meisje, zijn op 21 september geboren en zullen de komende 5 jaar maandelijks ondersteuning krijgen. De ouders brachten samen met hun 3 zuigelingen een bezoek aan de vice-president. Ontroerd kondigde hij aan dat de vader en de moeder mogen rekenen op zijn steun. De drieling en hun moeder verkeren in blakende gezondheid.